KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. Welkom dames en heren bij speelronde 1 van het 2018-2019 PlayStation seizoen van de Eredivisie. Ik ben er ook weer, Milo Terreger, samen met hier naast mij, Matthijs. Hey, Matthijs, welkom. En zijn we hebben toevallig. We beginnen vandaag dit seizoen met een Rotterdamse derby. We spelen vandaag Feyenoord tegen Excelsior. Mooi potje. Eén nieuwe naam. We hebben van Feyenoord nog steeds Jimmy Donkers. Die van vorig jaar ook speelde, die kennen we van vorig jaar. Van Excelsior een nieuwe naam. Bas. Hij heeft namelijk gevoetbald in de jeugd van Ajax en ook bij FC Volendam. Dus we gaan kijken of zijn professionele achtergrond hem gaat helpen in deze wedstrijd. Ik ben benieuwd. Het is in ieder geval de eerste pool in pool, of de eerste pot in pool C, moet ik zeggen. We werken dus dit jaar niet zoals afgelopen jaren in de competitievorm, maar we werken in pools. Een beetje te vergelijken met bijvoorbeeld de Champions League. Waarin je twee legs speelt en dat betekent één uitslag. We gaan dus zo meteen, we spelen nu Feyenoord Excelsior. Hierna meteen komt Excelsior Feyenoord. En over twee legs gezien, degene die dan wint, krijgt volledig 3 punten. Gelijk spel betekent allebei 1 punt en verliezen natuurlijk 0 punten. Het zijn dus pools van 6. En in deze pool, is wel interessant om het even bij te pakken, zijn een paar aardige namen. We hebben dus inderdaad in deze pool, pool C, Feyenoord Excelsior. Maar verder ook PEC, Tony Kok, Vitesse, Paschi Rokus, Fortuna. Een nieuwe naam. Een nieuweling ook. Een nieuweling, Renzo. Ik ga de achternaam nog even niet proberen. Umrausing. Ja, ik probeer het toch stiekem even. Maar ik heb nu sowieso verkeerd gezegd. En dan krijg ik hem achter me aan. Ik ken hem langer dan vandaag. En de Graafschap, ook een nieuwe club. Dani Visser. Namen die tot nu toe nieuw zijn in de E-divisie. Maar wel internationaal gezien best al wel bekend zijn. Ja, en Bast is ook een van die nieuwe namen. Maar ja, het is toch wel anders, denk ik, om zo te spelen. In een heel andere setting dan thuis wanneer je kwalificeert. Terwijl hier een goede kans komt voor Gullit. En is het een doelpunt. En die hangt meteen. Ja, hangen. Jimmy Donkers. Een mooi getimed shot. Een beetje het thema van FIFA 19. Die timeshooting. En Gullit met zijn 5 sterren zwakke benen. Dus schiet ze maar een mooi doelpunt. En het was al best steentje. Vroeg. Een mooi vroeg. Het eerste kwartier al. De 1-0 van Feyenoord. En dat zal Bas niet al te leuk vinden. Nogmaals, debuut. Nee, ja, Bas begint natuurlijk zijn E-divisie-avontuur niet heel lekker zo binnen 11 minuten met een 1-0 achterstand. Ik denk dat het een grote klap is voor hem ook mentaal. Want je moet er toch wel je hoofd bij blijven houden. Het is sowieso belangrijk, maar ook een extra wanneer je toch wel voor anderen speelt. Je speelt toch met je hoofd op camera. Ja, het is heel anders. We hebben het vorig jaar ook gezien. Vorig jaar waren er ook heel veel nieuwe namen ten opzichte van seizoen 1 van de E-divisie. Dit jaar dus weer, waarvan Bas Quist dus een van die nieuwe namen is. Het is zo anders, weet je wel. Natuurlijk, iedereen kan goed FIFA spelen in deze competitie. Maar het gaat er echt om, wie kan met al die camera's om je heen, met zoveel mensen, niet op je eigen televisiescherm. Wie kan er onder al die omstandigheden toch nog het maximale uit zichzelf halen? Ja, precies. Dat maakt misschien wel een groter verschil dan de echte kwaliteit van het FIFA-spel. Ja, en het niveau van de E-divisie is sowieso heel hoog. Iedereen tuurlijk, heeft een achtergrond in de top 100 van de wereld. Ja. Dus dat maakt het ook extra leuk. Geen extra dimensie. Het zijn die minimale verschillen die hier alles goed kunnen doen. Terwijl hier een goed schot komt van Johan Cruijff. Maar wordt goed gered door de doelman. Het was wel goed getimed ook. Maar helaas is het de doelpunt ook hier. Dus kop ons zelf over. Die balletjes al naar de eerste paal. Die first post hoekschop, die zijn lekker. Gevaarlijk. Je hebt er eersthands ervaring mee met Morata. Iemand die daar ook heel binnen, bekend mee is. Die kop ze ook wel eens binnen inderdaad. Maar ik moet zeggen dat Ronaldo ook geen vervelende kopbal in huis heeft hoor. Nee, die is er zeker niet vies van. Nou, ik heb dus gehoord dat hij wel eens balletjes met het hoofdje scoort. Die kan aardig knikken. Maar ja, het poolsysteem is dus de grootste verandering dit seizoen in de E-divisie. Ja. En het is dus zo dat je niet meteen, als je niet eerst of tweede wordt, dat er dan een heel probleem is. Dat klopt, met de E-divisie van de nummer 1 en 2 gaan direct door naar het knock-out systeem. Ja, klopt, precies. En dan de nummers 3 en 4, die moeten met z'n allen uit de 3 pools. Dus je hebt uiteindelijk 6 mensen die samen nog strijden voor de 2 laatste plekken in de pools. En daarin werkt het knock-out systeem. Nou, iedereen weet hoe het knock-out systeem werkt. Dus als je daar wint, ga je door. En ja, dat betekent dus dat als je, stel je wordt nu 4e in de pool, dan ben je dus 4e van de 6 geworden. Niet zo'n hele goede prestatie. Dan kom je dus samen met alle andere nummers 4 en 3 in een nieuwe pool. Dat noemen ze de play-offs. En daarin komen de beste komen nog terug in het knock-out systeem met de nummers 1 en 2. Precies. Dus wat leuk is daaraan, is vergeleken met vorig seizoen. Als je vorig seizoen, halfweg het seizoen, terwijl hier een goede aanval... Maar uiteindelijk heb je allemaal uit de aanval gehaald, omdat het balbezit boven de actie gezet werd. Maar goed, als je in ieder geval dus vorig jaar rond plek 10-11 stond halverwege, weet je wel, ben je klaar. Dan word je geen kampioen meer, daar speel je nergens meer voor. Terwijl hier, als je op een gegeven moment rond plek 5-4 van de poeltje bungelt, doe je het helemaal niet zo heel goed, want dan ben je misschien wel 5e van de pool. Precies. Maar nog steeds, als je plek 4 uiteindelijk weet te halen, kom je dus in die nieuwe pool. Als je het daar goed in doet, kom je weer in de knock-out fase. En dan kan je nog steeds kampioen worden. Dus, het
kan allemaal nog gebeuren. Het maakt het wat langer spannend. Hier komt wel een schot van Kruijs. Dit is mooi, zeg. Ja. Mooi in de draai geschoten. Dit kunnen niet heel veel spelers, maar we hebben het hier wel over Kruijs. Johan Kruijs. 94 algemeen, 5 sterren zwak been. Het maakt hem niet uit. Twee Nederlandse goals. Ik wil toch even vermelden. Ik ben natuurlijk nog steeds rouwig om het hele Nederlands elftal de laatste tijd. Precies. En dit wil ik toch even vermelden. Ja, even terug naar de gloriedagen waarin we dan nog mogelijkheden hadden. Gelukkig Kruijs, scoort dus nog maar. Ja, maar het is... het is wel een grote achterstand al waar Bas tegenaan zit te kijken hier in de 32e. Ja, het gaat vrij hard zo. 32e minuut, 2-0. In elke pool heb je een pool aanvoerder. Dat is gebaseerd op voorgaande seizoenen. In pool A is dat Ajax, in pool B is dat PSV en in pool C is dat dus nu Feyenoord. Dat betekent dat het volgens de competitie opzet, gaan ze er dus vanuit dat Feyenoord hier de pool zou moeten aanvoeren. En dat lijkt tot nu toe ook een beetje te gebeuren met 2-0 voor. Hij komt sowieso bovenaan aan het eind van deze wedstrijd, omdat het ook de enige gespeelde wedstrijd is. Precies. We gaan verder vandaag nog kijken naar PEC Zwolle tegen Vitesse en Fortuna tegen de Graafschap. Uh-huh. Ook interessante potten. Maar goed, het is in ieder geval heel belangrijk om die eerste wedstrijd goed te beginnen. En Jimmy is hard op weg naar in ieder geval een goede klapper. Ja, maar het is ook tegelijkertijd geen ramp als je het eerste wedstrijdje verliest. Ik bedoel helemaal vanuit het perspectief van Excelsior. Je komt wel tegen de lijst aanvoeren. Dus iemand die volgens de E-divisie-regels de beste prestaties heeft neergezet in de voorgaande seizoenen. Ja, maar hoe zie je dat in deze pool? In deze pool heb je echt aansprekende namen. Zijn onder andere Tony Kok bijvoorbeeld. Ja, ook zeer goed. Renzo van Fortuna, ook zeker niet onderschatten. Want die heeft, zoals ik weet, vorig jaar in Parijs op de E-World Cup de top 14 gehaald. Nou, dat doe je ook niet zomaar. Dan ben je geen... Ben je geen kleine speler. Nee, dan doe je heel leuk mee hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Dan doe je heel precies. leuk mee. Dus het is een pool waarvan heel veel onbekende nieuwe namen tegen elkaar op kunnen zetten. Wat ook wel leuk is. Je krijgt niet van die scenario's die al heel veel voorzien. Waarbij je bijvoorbeeld weet dat een oude god als Pasky Rokers, je weet wat hij wel en niet kan. Je weet dat hij af en toe wel zijn frustraties kan uiten. Zometeen spelen PEC en Vitesse tegen elkaar. Pasky tegen Tony, die kennen we vorig jaar. Precies. En die andere wedstrijd, bijvoorbeeld Fortuna tegen de Graafschap, is een twee hele interessante. Namen. Twee nieuwe namen. Hier dus één nieuwe naam. En hoe vind jij dat tot nu toe Bas het doet, Bas Quist? Nou, ik zou toch zeggen dat hij wel veel van de bal bezit houdt, maar hij is gewoon niet doeltreffend. Hij komt niet echt in de positie om te scoren. En dat is deels te danken aan het goede verdedigende werk van Jimmy, wat hij hier aan het doen is met Feyenoord en alle spelers die hij momenteel zijn selectie heeft. Ja. Maar het wordt wel moeilijk voor Bas om dit eigenlijk terug te zetten. Over die selectie gesproken, wat dit ook maar heel leuk is om te vermelden. Dit jaar werken alle spelers met op een account wat door EA is samengesteld, met daarin alle spelers van het hele spel. Dus dat betekent dat je geen coins nodig hebt om icons te verkopen of zo. Je hebt de mogelijkheid tot elke speler in het spel. De reden daarvoor is, zoals ik het heb begrepen, dat er vorig jaar veel clubs waren die heel veel geld investeerden in hun e-sporter. En ook clubs waren die dat wat minder deden, waardoor de verschillen in teams heel groot waren. En je dus geen representatieve uitslag krijgt van de kwaliteiten van de e-sporter. Maar dat echt het team ook echt doorslag gaat geven. Bijvoorbeeld VVV had vorig seizoen, in het begin hadden ze alleen maar Vieira en Griezmann. Dat waren de top twee aansprekende namen. Ja, terwijl bijvoorbeeld een Dani Hagenbeuk of een Brian Hessing die met alle toppers de 94 primes voorbij komen. En dan ben je eigenlijk al los van je kwaliteit, dan ben je redelijk kansloos. Precies, en het is toch wel duidelijk dat het verschil in team wel een heel grote impact kan hebben op het resultaat. Zeker. Ik moet zeggen, dit jaar vind ik dat nog opvallender dan vorig jaar. Ja, dit jaar vind ik echt een kwaliteit van de spel. Je had net die goal van Cruijff bijvoorbeeld. Die zou je niet maken met Memphis Depay. Ik noem maar wat. Ja, weet je, terwijl vorig jaar was het misschien dat ze hun Depay ook nog wel erin legden. Maar dit jaar is dat zo belangrijk, jongen. Gewoon de kwaliteit van team. Ja, en daarom is dit... Is dit in algemeen concept wel verbeterd, vind ik. Laat toch meer de kwaliteit van de e-sporter zien dat iedereen dus nu hetzelfde team heeft. Ja. Je krijgt daardoor wel het nadeel dat iedereen op dezelfde teams heeft. Want je ziet een paar kleine verschillen. Je ziet een Ronaldinho in plaats van een Eusebio. Ik noem maar even wat. Het zijn die minimale verschillen. Minimale verschillen. Een De Gea waar... Dat was trouwens een grote fout, maar gelukkig put aan niks. De Gea heeft aanschrik ervan zelf, De Gea. Zo. Ja, maar inderdaad, Excelsior gebruikt De Gea waar Feyenoord aan hoofd Neuer gebruikt. We zien daar staan in het oranje. Dat zijn wel verschillen, maar die maken ook niet zo heel veel uit. Hier komt je dan grote een grote kant van Ronaldo. Oh, wat een redding, joh. Dat is die Neuer, hè, waar ik het over heb. Je hebt een ongelooflijk zieke redding. Zo, hé. Maar misschien hier nog via de corner. Goed weggekopt. Maar inderdaad, spelers als bijvoorbeeld Gullit. Die verdediging, Maldini, Ferdinand. Voor mij, ik heb het een beetje nagevraagd. Ik zou zo durven zeggen dat het bij 15 van de 18 clubs exact dezelfde verdediging is. Ja, precies. Maar het is... Feitelijk gewoon voor heel veel mensen de beste verdediging. Ja, waarom zou je dan kiezen voor iets anders? Als iets het beste is, dan moet je daar ook voor kiezen. En dan is het nadeel inderdaad dat iedereen hetzelfde pakt. Terwijl hier Cruijff misschien hetzelfde kan doen als net. Penalty misschien. Ik bedoel, hij wordt wel van de bal gezet. Ja, je kan hem geven. Ja, ben ik met je eens. Je kan hem geven. Precies.
moet je wel in je rekening houden dat Walker ook echt heel veel kracht heeft. En dus ook wel fysiek daar bovenuit zou horen te komen. Natuurlijk, maar... een van de minpunten van Cruijff is zijn kracht. Ja, dus moet je zeggen dat Walker wel vrij stevig in kwam, hoor, daar. Zo, ja, het was wel een onbesuisde tackle. Maar gelukkig voor hem onbestraft. Die ook een heel riskante bal. Is ook een hele bizarre rechter de keeper af. Komt toch net goed dat die bal inderdaad niet heel erg goed op. Over die Walker gesproken, we zien hem hier aan de bal. Allebei de teams gebruiken Walker op rechtsback. Dat is die Champions League kaart uit mijn hoofd 85. Ja. Natuurlijk vooral heel veel kracht en heel veel snelheid. Verdedigen niet eens per se heel bijzonder. Is die rechtsback positie een positie waar een beetje gebrek aan is aan echt topspelers? Ja, want je hebt... oh, hier komt trouwens een goede kans. Dit moet hem door. Zijn. Eusebio, tuurlijk. Hij omspeelt de doelman die daar toch probeert te anticiperen met hemzelf te bewegen. Maar het lukt niet. En daardoor komt het doelpunt, de aansluitingstreffer voor Excelsior. Ja, zeker. Ja. Het kan allemaal nog. Het is en vergis je dus niet, hè, want er zijn mensen die denken, hij moet nu per se alles op de aanval gooien. Dat is dus helemaal niet waar. Want je hebt nog een hele tweede wedstrijd. Je hebt nog een hele tweede leg. Je hebt nog 90 minuten plus wat er nu nog te spelen is. Dus in totaal nog meer dan 100 minuten om één doelpuntje te maken. Daarom, dus het is niet zo dat Bas nu alles op alles moet zetten. Twee als je drie punten wil. Ja. En Jimmy kan nu gewoon zeggen, ik ben er van nu klaar mee. Ik ga de tweede pot proberen mijn krachten opnieuw te gebruiken. En denk je dat hij dat in zijn hoofd heeft? Dat hij nu denkt, ik vind het even prima zo? Ja, ik denk dat de e-sporters toch altijd wel meer willen. Want het is wel een risico inderdaad. Het ene doelpunt, je kan ervoor spelen, maar in FIFA is dat heel riskant. In het echte voetbal kan je iets sneller de bal voor je houden en dan zorgen dat niks gebeurt. Maar Jimmy hier trouwens een grote kans van Eusebio. Hoe kan wat die mis? Wat een kans is dit van Eusebio. Kan Eusebio gewoon zo'n bal missen? Ja, maar die gozer is 93 rated. Ja, 5 sterren zwak been. Ook 5 sterren weak foot, ja. Dus wat ziek zeg. Ik weet niet hoe dit... hier zal een flink baalmomentje zijn. Dit was een 100, zo'n 200% kans, ja. En als het 3-1 wordt, dan heb je toch wel een gaatje geslagen, hoor. Dan ben je wel de morele winnaar in de wedstrijd. Maar nu zit Bas er nog helemaal in. En het kan zomaar door Erslo. Had je dit verwacht, dat dit zo spannend zou zijn? Nou ja. Het was natuurlijk lastig te zeggen van tevoren. Want Bas kennen we niet. We kennen hem wel van naam en van zijn prestatie in het verleden. Maar we hebben hem nooit zien spelen. En gedurende de wedstrijd zag je wel dat Bas veel van het balbezit had. Jimmy gewoon puur effectiever speelde, wat meer directer speelde. Wat meer, natuurlijk al heel snel op voorsprong kwam. Wat was het, 32e minuut, stond hij al 2-0 voor? Ja, het was inderdaad. Maar goed, ook toen in die fase kon je wel zeggen dat het was niet zo dat Bas niet meedeed. Hij was wel nadrukkelijk in het spel aanwezig. Ja, alleen de doeltreffendheid viel een beetje tegen. Dat is het. Inderdaad geen schoot op doel of zo, maar... Maar goed, met dat in het achterhoofd is een 2-1 tussenstand helemaal niet zo'n hele raar tussenstand. We zien hier trouwens die bank is wel heel lekker, hoor. Henri, Pelé, Ballack, Messi, Neymar. Ballack wordt ook voor veel mensen gebruikt. Dat verbaast me eigenlijk wel. Ja. Het is niet een icon waarbij je meteen zit. Oh, middenveld, Ballack. Nou ja, je hebt natuurlijk Vieira die heel veel mensen gebruikt wordt. Dan heb je Gullit. Kanté wordt ook nog wel door veel mensen gebruikt. Zo, wat een speler is dat. Ook een soort icon, mag ik natuurlijk als Chelsea fan wel zeggen. Precies. Maar goed, als je dan verder gaat, je hebt Makalele, Kammer, die heeft ook zoveel beperkingen, zeker in het fysieke en in het luchtgedeelte van het spel. Ja, je hebt het tegen met een Petit, ik bedoel, ja, het Petit wordt toch minder gewaardeerd dan anderen, maar hier misschien een goede kans spelen. Oh, dit is toch... Ja, dit is niet gegeven, maar dit is toch een penalty? Dit is er ook weer een, hè? Ja, nou ja. Nou, die eerste was een 50-50, die was dan van aan de kant gezet om Walker, maar dit... Hier draait hij gewoon zijn rug in en dat lijkt me gewoon, ja... Kunnen we niet... Ik weet zeker dat Bas hier niet blij mee is, nee. Je hebt eventjes VAR nodig. Ja, maar misschien volgend jaar in de E-divisie dat we een VAR kunnen regelen. Ja. Een zeer opmerkelijk moment. En hier zal ik toch wel best wel van balen als ik in mijn schoenen zou staan van Bas. Maar ik ben benieuwd of je de veerkracht kan tonen om nu alsnog een doelpunt mee te pakken. Want dat is de kunst. Je moet nu mentaal sterk blijven. En ga je als Bas zijn dan nu voor die 2-2 nu nog deze wedstrijd? Of denk je nou, ik heb nog 90 minuten zo in die andere lek. Laten we in ieder geval zorgen dat ik niet nog verder op achterstand kom. Nou, ik denk dat hij nu wel het moraal heeft om door te zetten. Hij heeft gezien dat de kans echt wel komen. En dat nu de verdediging open. De spelers worden vermoeider. Daardoor zijn de stats ook wel beïnvloed. Ook het verdedigingsvlak. Ja. En als je daar goed gebruik van maakt. Ja, wie weet gebeurt het nog iets. Maar je wel goede onderschepping van Gullit. En dan wordt het ook wel lastig om enigszins te creëren in de laatste 10 minuten. Ja. Er is er van alles voor te spelen voor de tweede helft. En ik vind het een heel interessante derby. Ja, onwijs. Ja, onwijs. Het kan ook alle kanten op. Ook voor zo'n tweede wedstrijd zo meteen. Als Excelsior thuis speelt. Is er eigenlijk weinig over te zeggen. Om 3 punten te halen moet Bas dus inderdaad met 2 doelpunten verschil winnen. Als het zo blijft tenminste, want we hebben nog 5 minuten. Maar als we ervan uitgaan dat het 2-1 eindigt deze wedstrijd, zou Bas met 2 doelpunten verschil moeten winnen. Zie je dat gebeuren, 2 doelpunten verschil, als het niveau zo dicht bij elkaar ligt? Als je hebt maar 1 zondagschot nodig en een doelpunt kan vallen. Dus het zit in een klein hoekje. Nee, ik vind het een hele mooie. Maar voor nu zie ik het niet gebeuren. Oké. Maar goed, ja, weet je, als hij met 1 doelpuntje verschil wint, dan is het gewoon een puntendeling. Maar ja, hij moet wel winnen als het zo blijft. En dat is wel iets om rekening mee te houden.
Jimmy kan een beetje achterover gaan leunen als het 2-1 blijft hier. Ja, helemaal nu in de laatste minuut. Hij moet zorgen dat de bal gewoon bij hem in de ploeg blijft. En niet zoals hier bij onze Bastafa blijft. Dit draait mooi weg. Ja, dit is goed verdedigd. Ja. Je ziet het ook wel, die kracht van... Hij is fysiek sterk, hè? Inmiddels zijn we de extra tijd in. Er komen 2 minuutjes bij waarvan er al 1 gespeeld is. Hier gaat Neymar de zijkant op. Een nieuw ingebrachte wissel. Die is dus nog vers. Speelt hier wel de bal. Zal het nog lukken in de laatste minuut? Nee, wordt teruggekomen. Dus dat betekent denk ik het einde van de eerste aflopen. Wint Jimmy Donkers hier met 2-1 van Basquist. En gaan we zo meteen kijken in de volgende leg wat de einduitslag gaat worden. Ja, het wordt in ieder geval een heel erg mooie return. Zeg dat. KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.